Welkom bij BusinessNL Highlights, waar we in een paar minuten bijpraten over de laatste aflevering vol inspiratie en tips van ondernemers. Financiën staat in deze aflevering centraal. Kevin volgt Marcel van der Torre van ECP in zijn dagelijkse routine. Marcel is een fanatieke ondernemer en laat Kevin zien hoe hij werkt aan het succesvol maken van zijn bedrijf. Wanneer kan een bedrijf nou bij jullie aankloppen en maakt het dan nog uit of zo'n bedrijf groot of klein is? De omvang maakt op zich niet heel erg veel uit. We hebben het over MKB-ondernemingen en eigenlijk daar vallen natuurlijk heel veel bedrijven daaronder. De reden dat bedrijven bij ons komen heeft te maken met het feit dat ze een uitdaging hebben op financieel vlak. Ja, vermogen om te groeien gaat om samen met elkaar kijken naar de volgende fase. Daar is geld voor nodig, daar is expertise voor nodig. En dat hebben we in huis, dat is wat we bieden. Iris is er uiteraard ook bij en gaat langs bij Delta Payroll, een organisatie die alle taken op het gebied van personeels- en salarisadministratie uit handen neemt. Wij kijken echt naar het proces van de klant om te kijken wat loopt er nog allemaal op papier. Wat kan heel gemakkelijk digitaal, of bijna alles kan voortaan digitaal in AFAS. Om een voorbeeld te geven is het declaratieproces bij de klant. Er gaat heel veel nog op papier, wordt apart betaald via de financiële administratie. Dus daar hebben we een app voor. Dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn om hun declaraties goed in te dienen. En de leidinggevende krijgt dan een taak om deze te accorderen. En dat loopt allemaal in een digitaal proces. Lieke gaat deze aflevering langs de huisarts. Dan vraag je je waarschijnlijk af, wat heeft dat met financiën te maken? Paul van Planning Vision legt het uit. Elke financiële beslissing die je maakt op basis van die informatie die je niet weet, heeft een enorme impact op jouw, bijvoorbeeld je netto beschreven inkomen. Met anders adviseren, zoals ik dus doe als financiële huisarts, kan ik je daar dus mee begeleiden. Ik maak tools om te laten zien wat er gebeurt en ik maak de kennis zeg maar zodanig dat je het wel kan begrijpen. Veel processen binnen ICT-organisaties kunnen een stuk efficiënter gemaakt worden. Johan van MSP-Mentor is hierin gespecialiseerd en deelt zijn expertise. Nou, bij bedrijven, mijn doelgroep zijn IT-bedrijven. Dus bij hun kijk ik naar processen precies hetzelfde die veel tijd kosten. Bijvoorbeeld installeren van een computer, klanten opvolgen, of die nog moeten reageren, ja of nee. En dan kijken om dat te automatiseren. Nou, bij ICT-bedrijven zie ik op dit moment heel erg de ontwikkeling dat daar chronisch tekort is aan personeel. Kijk daar waar het nu veel tijd kost, automatiseer daar waar het kan. En dan hoef je niet per se te zoeken naar nieuw personeel. Het vervolg van de ondernemersdocu van Julio Rossier gaat verder. Deze keer gaat hij samen met Kevin te water. En spreekt hij hem over de uitdagingen van het ondernemen. En daar ben jij natuurlijk ondernemer, jij hebt je business. Heb jij nog een maatschappelijk belang? In de bedrijfsprocessen proberen we daar ook over na te denken. Dus zo hebben we bijvoorbeeld de verpakking veel kleiner gemaakt, waardoor we nog maar een kwart van het karton gebruiken. En bijvoorbeeld, we geven dan altijd een pen bij met ons logo. En dat is van gerecycled karton in plaats van plastic. Massimo, onze LinkedIn-deskundige, geeft een mini-masterclass over het optimaal benutten van LinkedIn. De marketingvorm die er nu aan zit te komen in 2020 is genaamd conversatiemarketing. Veel bedrijven zijn bezig nog met het genereren van traffic, bezig met bereik te genereren. En ik denk dat de persoonlijke benadering, met name ook op LinkedIn, veel belangrijker gaat worden. Tot zover de highlights van deze week. Vergeet ook niet de inspirerende business tips van Jaap en Massimo te bekijken op onze website. Hier kun je ook de hele afleveringen van BusinessNL bekijken en je aanmelden voor de nieuwsbrief. Tot volgende week!